Gisteravond zaten ze nog verplicht binnen, maar vanaf vanmorgen mogen ze weer naar buiten. De kippen van pluimveehouder Giel Gielen in Biddinghuizen. Het gevaar van besmetting met de vogelgriep is zo klein dat de ophokplicht is ingetrokken. Goed nieuws dus. Helemaal omdat de eieren van deze kippen daarom meteen weer vrije uitloopeieren heten en daardoor de pluimveehouder meer geld opleveren. Omdat de kippen de afgelopen maanden niet buiten waren geweest, moest Gielen de eieren als goedkopere scharreleieren verkopen. En dat scheelde inkomsten. Ik denk dat het ongeveer een 15 tot 20% minder omzet is geweest. Maar dat is best fors. Ja, dat is best wel fors, ja, dat klopt. En het duurde lang, dus werd het dan al problematisch of dat niet? Nee, dat viel mee. En het werd, ik dacht eerst dat het ook wat meer zou zijn, maar we hadden natuurlijk Pasen, hebben afgelopen weekend gehad. En Pasen houdt altijd in dat dan de eierprijs omhoog gaat. Dus daar hebben we ook wel mee gelift. Zelf heeft Gielen het wel een beetje gemist dat zijn 40.000 kippen niet naar buiten mochten. Maar het is nog maar de vraag of ze morgen massaal het erf buiten gaan verkennen. Nou, dat verwacht ik niet. Ik denk dat ze een beetje afwachtend zijn. Deze kippen zijn eigenlijk nog maar een week hooguit buiten geweest. En toen begon de ophokplicht. En ze zijn het eigenlijk nog niet gewend om naar buiten te gaan. Dus ik denk dat het mee gaat vallen. Maar ja, we zien het. De ophokplicht is nu dus opgeheven. Maar de hygiënemaatregelen blijven nog wel van kracht. En dat vindt de pluimveehouder niet erg. Misschien dat het eraf gaat, maar ik denk dat het de pluimveesector zelf die hygiënemaatregelen wel meer gaat in acht gaat nemen. Om er toch maar die insleep zo min mogelijk te houden. Hoewel Gielen blij is dat het gevaar van de vogelgriep geweken is, vreest hij dat de ophokplicht in de toekomst vaker nodig zal zijn. Ja, de hele pluimveesector is daar wel bang voor. Hoor. Dat die vogelgriep niet alleen maar de afgelopen maanden is geweest, maar dat terug gaat komen. Omdat het zo in heel Europa is geweest en over de hele wereld is die vogelgriep. En men verwacht dat het ook veel vaker voor gaat komen, die vogelgriep. Dus dat er weer een ophokplicht zal komen. Het vervallen van de ophokplicht heeft geen directe gevolgen voor de 3 eenden bedrijven in Biddinghuizen die eind vorig jaar moesten worden geruimd door de vogelgriep. Eenden gaan namelijk niet naar buiten.